Goedemorgen gemeente. Welkom in deze verbindingsdienst waarin wij ook online met elkaar samen geloof beleven en leren toepassen. In deze online verbindingsdienst gaat broeder Auke Willem Kampen voor. Technische ondersteuning wordt verricht door Arwin Hogendam en de montage van de dienst wordt eveneens door Auke Willem gedaan. Er is deze week een bloemengroet gegaan naar zuster Lizzie Verbeek van der Wij van de Tjerkeborren. Zuster Verbeek vierde de afgelopen week haar verjaardag. Volgende week zondag zal er weer een echte dienst in de kerkzaal zijn. Voorganger is dan pastor Ageet. In de nieuwsbrief staat duidelijk omschreven hoe de coronamaatregelen moeten worden opgevolgd. De dienst is uiteraard nog steeds online te volgen. Namens het hele verbindingsteam en de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst. Jannie zal nu met ons voorgaan in gebed. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor deze nieuwe dag. Dat u in ons midden bent en dat wij u mogen komen opzoeken. U bent degene die we willen zoeken deze morgen in deze dienst. Wij danken u voor uw creativiteit en dat we weer de mogelijkheid krijgen om een online dienst uit te zenden. U bent hier aanwezig en raakt onze harten aan. Vader, laat mensen geraakt zijn en verblijd in u. We bidden voor de mensen die in een moeilijke tijd zitten. Mensen die ziek zijn, verward of doelloos. U bent in hun midden. Laat ze uw aanwezigheid ervaren. Dank u wel voor de kinderen die dit jaar afscheid nemen van de basisschool. Voor Grita, Mats, Isaiah en Nikita. Dat we hier samen afscheid mogen nemen van de kinderlevendienst. Heer, u gaat met ze mee, bij elke stap die ze zullen zetten en u laat ze nooit gaan. Volgende week gaan de kerkdeuren weer open. Laat alles voorspoedig verlopen en dat we in uw naam samen mogen komen. Verspreid uw koninkrijk over alle huizen en alle landen. Dit alles bidden we en vragen we u in de naam van Jezus. Amen. Jannie, bedankt. Jannie zei het al, het is vandaag niet alleen een verbindingsdienst, maar ook de dienst waarin afscheid wordt genomen van de groep achters die het Bennenwerk verlaten en ook de basisschool verlaten. En daarover later in deze dienst ook meer. Ik wil graag eerst de collecte aankondigen. De eerste collecte die is vanmorgen voor het jeugd- en jongerenwerk, van harte aanbevolen. En de tweede collecte is voor de eigen kerk. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven. Gebruik hier vooral ook de app. En ondertussen willen wij luisteren naar het lied Create in Me a Clean Heart. Oh God, and renew a right spirit.
Jannie noemde het zo net al in haar gebed. Het is vandaag niet alleen de verbindingsdienst, maar ook de afscheiddienst van de jeugd die groep 8 verlaat, naar het voortgezet onderwijs gaat. En daarmee ook het bennenwerk verlaat en straks naar het tienerwerk gaat. Maar daarover later in de dienst meer. Ik wil graag eerst Auke Willem verwelkomen. Auke Willem en ik mogen vandaag samen de dienst doen. En Auke Willem, dag Auke Willem. Dag Jorrit. Auke Willem gaat samen met ons eerst de schriftlezing doen. Prima. En de schriftlezing is vandaag uit Matteüs 28, vers 16 tot en met 20. En daar staat... De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Al twijfelden enkele nog. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Ja, Jorrit, even voor we verder gaan. Ja. Mag ik even een vraag stellen? Ja, natuurlijk. Waarom zijn wij hier in de kerk? Nou, om een online kerkdienst op te nemen, weet je nou wel? Zo hadden we het voorbereiding afgesproken. Ja, dat bedoel ik niet. Nee, ik bedoel eigenlijk van... Kijk, Pinksteren hebben we gehad, Hemelvaart hebben we gehad. De discipelen zijn ook in dit Bijbelverhaal erop uitgestuurd... om over de hele wereld te gaan vertellen over Jezus. Klopt? Ja, jij hebt dat aardig in de gaten, Auke Willem. Dank je. Maar wat ik eigenlijk bedoel is... kijk, dat verhaal wat we net hebben gelezen, die opdracht... Ja? Dat is 2000 jaar oud. Ik snap wat je bedoelt met wat doen wij hier? Ja. Nou, je bedoelt eigenlijk van is dat niet een beetje ouderwets? Dat is precies wat ik bedoel. Ja, dat is precies wat ik bedoel. En deze tijd zeg je ook heel mooi. Want kijk, in onze tijd waarin wij een Netflix hebben en Disney Plus en computers. En kijk, een computer in mijn hand. Het ding is ongelooflijk wat het ding allemaal kan. Ik kan ermee filmen, ik kan ermee fotograferen. In deze moderne tijd kunnen wij dan nog wel iets leren van Jezus, van die Bijbel? Ja. Ik denk van wel, ja. Maar daar zul je zelf achter moeten komen. Dus ik denk dat je gewoon even een onderzoekje moet doen. Lekker veel vragen stellen. Als je veel vragen stelt, dan kom je vanzelf ook antwoorden tegen. Onderzoekje, vragen stellen. Jorrit, jij bent geniaal. Briljant. En je hebt helemaal gelijk. Dat ga ik nu direct doen. Nu meteen. Hè? Ja, nee, kijk. Wat ga je doen dan? Nou kijk, ik heb hier een statief en ik ga nu gewoon een camera en ik ga nu een onderzoekje doen. Precies wat jij zei. Goed hè? Ja, maar moet dat nu? Ik bedoel, ik, kerkdienst, kijkers. Maar dat kan jij ook wel. Daar heb je mij niet voor nodig. Nee, ik heb het volste vertrouwen in je, Jorrit. Dat krijg jij ook wel voor elkaar. Heb je mij niet voor nodig. Trouwens, zoals ik zei, statief... camera, maar ik kan hier ook mee bellen en ik kan er ook mee video bellen. Dus ik stel voor dat ik gedurende de dienst een paar keer even contact met je zoek. Hou ik je op de hoogte? Ja? Prima? Oké, goed. Later. Ja, dag. Dat was Auke Willem. Bedankt. Altijd leuk samen met Auke Willem een dienst te organiseren. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar laten we eerst maar even gaan zingen dan. Jij bent jou en ik ben mij. Iedereen is anders.
dat is nou eenmaal zo. Iedereen is anders. Okidoo. Iedereen is anders. Niemand is als jij. Iedereen is anders. Jij bent jou en ik ben jij. Iedereen is anders. Dat is nou eenmaal zo. Iedereen is anders. Okidoo. Je bent misschien wat eigenzinnig. Alleen jouw manier is goed, maar je moet goed begrijpen dat iemand anders het anders doet. Want iedereen is anders, niemand is als jij. Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo. Ieder mens geschapen, bijzonder en heel speciaal, met een uniek karakter en zo verschillend. Auke Willem. FaceTime van Auke Willem. Eens even kijken waar hij uithangt. Hey Auke Willem, waar ben je? Hoi, ik sta hier bij een museum en bij dat museum vond ik deze mammoet. Hij woont in het museum. Zijn naam is Shampoo. Hallo Shampoo. Hallo Auke Willem. Wat leuk dat je mij wilt interviewen. Ja, weet je, dat komt omdat ik me afvraag of dingen van vroeger nog wel belangrijk zijn voor nu. Wat vind jij er eigenlijk van? Ik vind vroeger belangrijk, omdat wat vroeger is gebeurd effect heeft op nu. Kun je daar een voorbeeld van geven, Shampoo? Jazeker, ik ben een mammoet. Als wij in de ijstijd niet waren uitgestorven, dan zouden we nu nog steeds bestaan. Maar omdat we vroeger zijn uitgestorven, bestaan we nu niet meer. Behalve dan in museums. Precies. Dus jij zegt dat dingen die vroeger zijn gebeurd of gezegd, ervoor hebben gezorgd dat alles nu is zoals het is. Maar het werkt ook zo naar de toekomst toe. Dat moet je me uitleggen. Nou, als ik jou nu een harde stomp zou geven, zorgt dat ervoor dat je morgen in de toekomst een blauwe plek krijgt. Oh. Nou, dat is wel een interessante gedachte, Shampoo. Daar moet ik even over nadenken. Dan kunnen ze in de kerk wel weer verder gaan, oké? Bedankt voor het interview, Shampoo. Nou, dag hoor. Ja, hoi. Nou, die Shampoo had wel gelijk. Dingen van vroeger hebben effect op de toekomst. Greta van de Vlucht, een van de kinderen die afscheid neemt, heeft ons een tekening gestuurd. En die tekening past wel een beetje bij wat Shampoo net zei. Greta heeft namelijk een tekening gemaakt waarin zij laat zien welke dingen zij in het verleden heeft meegemaakt in het kinderwerk en die effect op haar zullen hebben in de toekomst. Ze heeft een tekening gemaakt met een tekst daarbij. En ja, kijk maar eens even. Thank you.
Dat is Auke Willem weer. Hey Auke Willem, hoe is het met je onderzoek? Hoi, ja, het gaat goed hoor, maar die shampoo heeft me wel aan het denken gezet. Maar ik sta hier nu bij een monument en bij dat monument woont een rups, meneer Pizza, toch? Inderdaad, mijn naam is Pizza. Wat kan ik voor je doen? Pizza. Ik ben bezig met een onderzoekje. Wat onderzoek je dan? Ik onderzoek of het wel zin heeft om nog steeds over dingen van vroeger te praten. Is dat niet ouderwets? Ouderwets? Misschien wel. Maar het is ook heel erg slim. Is het slim om over vroeger te praten? Hoe kom je daarbij? Alleen als je leert van dingen die vroeger zijn gebeurd, kun je nu dingen veranderen. Ik snap het nog steeds niet helemaal. Bijvoorbeeld, de dodenherdenking die elk jaar hier wordt gehouden. Bij dit monument en overal in Nederland. Waarom denk je dat heel Nederland dat elk jaar weer doet? Geen idee eigenlijk. Gewoon omdat het zo hoort, denk ik. Dat denk je fout, Auke Willem. Dat doen ze zodat ze kunnen leren van vroeger. Er was een wereldoorlog en dat mag nooit meer gebeuren. En als ze dat niet onthouden, dan zou het weer kunnen gebeuren. Alleen dan kunnen we onze levens beter maken. Oh, dat bedoel je met veranderen. Als je niet leert van vroeger, dan kun je dezelfde fouten maken als de mensen van toen. Maar als je wel leert van vroeger, dan kun je zorgen dat de toekomst verandert. Dat geeft me weer heel veel om over na te denken, Pizza. Bedankt. Graag gedaan, Auke Willem. Succes met je onderzoek. En hij is weer weg. Oké. Nou, gaat mooi zo. Maar ook Pizza, die had natuurlijk wel gelijk. Ook de kerk probeert de wereld beter te maken. We hebben Isaiah Matulessi geïnterviewd over het verleden en de toekomst. Eens even kijken wat zijn gedachten hierover zijn. Kijk maar mee. Hey Isaiah. Hoi. Mag ik je een paar vragen stellen? Ja. Helemaal goed. Kun je iets noemen wat je zelf wel een keer fout hebt gedaan? Iets wat je misschien aan een kleuter wil vertellen, zodat hij of zij ervan leert? Dat ik soms scheld en dat die kleine kinderen dat niet moeten doen. En dat hun dan gewoon bijvoorbeeld tot 10 moet tellen. Ja, als je tot 10 telt, dan komen er soms wel eens andere gedachten weer. Ja. Betere gedachten. Heb je wel eens geleerd van een fout die een ander maakte?
Jawel, dat je een jongen die deed brutaal tegen een badmeester, en die werd er toen uitgestuurd. En ja, dan zit je wel thuis. Dus dan kan je toch beter gewoon wat netjes naar de badmeester luisteren en dan kan je wat langer zwemmen. Ja, precies. En kun je ook iets bedenken dat je van verhalen uit de Bijbel hebt geleerd? Jawel. Dat een arme vrouw en een rijke man. Dat die arme vrouw, die gaf een beetje. Die gaf niet veel. Maar aan hoe. Zij was ook niet. Ze was heel erg arm. Dus voor haar was dat heel veel. En die rijke man, die gaf niet zo, die gaf best wel veel. Maar die man, die heeft heel veel geld. Dus die geeft dan niet extreem veel. Die geeft misschien nog 50 euro. Terwijl die misschien wel 100.000 heeft. Ja, dan is dat niet veel. Die vrouw, die heeft misschien. In die tijd hadden ze nog geen euro's, maar ongeveer 50 euro. En dan gaf die mevrouw 20 misschien van. Ja. Dus die gaf wel een redelijk deel van haar geld weg. Ja, en wat heb je daarvan geleerd? Ook al ben je arm, dat je toch iets kan geven. Want voor God is 10 cent en 50 euro gelijk. Ja. Ja. Nou, de volgende vraag. Kun je een voorbeeld geven van iets wat je juist wel of niet doet, omdat je dat van de Bijbel hebt geleerd? Nou, iets wel, want ik vergeef nu ook soms. Dan denk ik van, dan maak ik fouten en dan vergeef ik. En ik ben soms gewoon overdag, wat ik vroeger niet deed. Dat heb je van geleerd dat je altijd overal kan bidden? Ja. Oké. Dat niet alleen aan tafel, waar iedereen bij elkaar is. Ja. Dat je ook gewoon in je eentje zelf kan bidden. Ja, dat kan inderdaad. Mooi. En de laatste vraag. Als je kijkt naar de toekomst, denk je dat je dan nog wat van de Bijbel kunt leren? En waarom denk je dat? Ik denk het omdat als je oud bent, dan is het handig om als een kind te geloven. Want een kind, die gelooft het. Die gelooft iets heel snel. Ja. En ja. En die denkt niet zo heel diep en veel over alles ja, na. Ja, want volwassenen, die zitten altijd, maar als dit en dat zo zit. Die ja. gaan echt denken. Ja. Dus je blijft gewoon geloven als een kind. Ja. Ja.
Hé, daar hebben we Auke Willem weer. Nou. Ja, Auke Willem, ja, ben je haast klaar met je onderzoek? Ik wil je zo onderhand hier wel graag weer in de kerk hebben. Hoi, ik ben bijna klaar hoor. Ik wil alleen nog even praten met Benny hier. We zijn op zijn school. En daarna kom ik zo snel mogelijk terug. Echt waar. Hallo Ben. Hoi Auke Willem. Zeg Benny, ik doe een onderzoekje naar vroeger en of vroeger niet gewoon ouderwets is. Waarom? Waarom? Omdat het hele verhaal van de vrienden van Jezus, die erop uitgingen om over Jezus te vertellen, al zo lang geleden is. Zijn we nu niet klaar met die verhalen? Ik hoop het niet zeg. Die verhalen vertellen ze mij ook op school. En ik vind ze geweldig. Maar waarom dan? Het zijn toch gewoon oude verhalen? Verhalen van toen? Dan ken jij die verhalen niet goed. Het zijn niet zomaar verhalen van toen. Het zijn verhalen die toen begonnen, maar nu nog steeds doorgaan. Dat snap ik niet. Het is net als met een fotoalbum. Daarin plak je foto's van belangrijke dingen die je hebt meegemaakt, toch? Ja, dat klopt. Ik heb ook wel fotoalbums van toen ik nog een kind was. Toen jij nog een kind was, dat is waar jouw verhaal begon. Maar is jouw verhaal nu al afgelopen? Nou, nee, dat denk ik niet. En hoe zit dat dan met Jezus? Die is naar de hemel gegaan. Ja, maar hij stuurde daarna wel zijn Heilige Geest naar de vrienden van Jezus toe. En is die er nog? Ja, die is er nog wel. Dan is het verhaal van de Bijbel dus nog niet afgelopen. En vergeet ook niet dat Jezus nog een keer terugkomt. Hoe weet jij dit allemaal, Ben? Doordat ik nog steeds de verhalen hoor van vroeger. Oh, wauw. Nu snap ik het. Ik moet weer terug naar de kerk. Bedankt, Benny. Graag gedaan, hoor. Mooi. Hij komt weer terug. Maar die Benny had het over een fotocollage. Een verhaal dat vroeger begon en dat nu nog steeds doorgaat. We hebben Mats de Jong gevraagd om een fotocollage te maken van dingen die met zijn vroeger te maken hebben. Zijn vroeger bij de kerk. En nu hopen we natuurlijk dat zijn verhaal bij de kerk ook gewoon doorgaat. Nu hij stopt met het kinderwerk. Kijk maar eens even mee. Thank you.
Hey, Jorrit. Ja, nou, gelukkig. Ja. Daar ben je weer. Ik ben er weer. Ja. De dienst is hard voorbij. Hoe ging je onderzoek? Ja, je hebt het gezien, hè? Ik heb van shampoo geleerd dat je dat dingen van vroeger gevolgen hebben voor nu, maar ook dat dingen die wij nu doen dus gevolgen hebben voor later, voor de toekomst. En van pizza, de rups, heb ik geleerd dat wij dingen kunnen veranderen en beter kunnen doen dan vroeger, als wij maar leren van het verleden. En Benny, ja, nee, Benny die heeft me echt op weg geholpen. Want Benny die maakte echt mijn vraag voor mij duidelijk. Benny die wist me te vertellen dat het verhaal van vroeger niet alleen maar een verhaal van vroeger is, maar dat Jezus een Heilige Geest stuurde. En die Heilige Geest is er nu vandaag nog steeds. En dus is het verhaal van de Bijbel nog niet afgelopen. Sterker nog, wij maken daar deel van uit. Ja, nou, dat vind ik cool. Ja. Dan heb je heel wat geleerd. Ja, dan heeft het dus wel gewerkt. Absoluut, zeker weten. Gaan we vragen stellen, gaan we een onderzoek doen. Ja. Prachtig. Hey, en wat ik mij nou afvraag, hè, als je nou zou moeten samenvatten wat je hebt geleerd, hè, wat je nou de kinderen van het Bennenwerk mee zou willen geven, die vandaag afscheid nemen, wat zou je dan tegen ze willen zeggen? Dan denk ik dat ik tegen ze willen zeggen, dat is camera, hè? Ja. Dan zou ik tegen ze willen zeggen van, jongens, ik hoop, ik bid werkelijk dat jullie ook onderdeel willen uitmaken van dit verhaal. Dat je dit verhaal zo belangrijk vindt dat je het ook door wilt laten gaan. En ik hoop absoluut dat je er later ook echt een onderdeel van zult zijn. Dat het niet hier stopt, maar dat het nog maar net begonnen is. Dat. Amen. Mooi gezegd. Amen. Dank je. Ja. Inmiddels zijn de sterren van de ochtend ook bij mij aangeschoven. We gaan vandaag afscheid nemen bij het Bennenwerk van Greta, van Mats, die zijn hier. En ook van Isaiah en van Nikita. Jullie met z'n vieren gaan het Bennenwerk verlaten. Jullie gaan verder bij het Tienenwerk. Nou, jullie hebben ook Willem gehoord. Wat voor boodschap hij jullie graag mee wil geven. En vanuit het jeugdwerk willen we jullie graag ook een persoonlijke boodschap meegeven. Dat is een Bijbeltekst. En nou, die wil ik graag voor elk van jullie voorlezen. Ik begin bij Greta. Voor jou hebben we de tekst uit 1 Korintiërs 16 uitgezocht. Wees waakzaam, volhard in het geloof en wees moedig en sterk. Je krijgt de tekst ook van mij mee, dan kun je hem thuis ook nog een keer lezen. En Mats, voor jou hebben we de tekst uitgezocht uit Colossenzen 3. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Want daartoe bent u, jij, geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Je krijgt ook die tekst mee. Je kunt thuis nog een keer opzoeken. Ook in de kinderbijbel, hoe het daarin staat. En denk er later nog een keer aan. En ik zal de tekst ook voorlezen die we voor Isaiah en Nikita hebben. Voor Isaiah hebben we de tekst uit Romeinen 8. En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. En Nikita, voor jou hebben we de volgende tekst uit Jeremia 29. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Nou, met deze teksten willen we jullie graag laten gaan. En ja, nu jullie afscheid nemen van het Bennenwerk, mogen wij jullie als gemeente ook zegenen. En als jeugdouderling mag ik jullie namens de hele gemeente zegenen. Maar wat betekent dat eigenlijk, zegenen?
Het is wel heel mooi en je hoort het wel veel vaker. Maar wat we eigenlijk willen doen met jullie te zegenen, is dat wij met z'n allen als gemeente jullie het goede toewensen. En het goede en opbouwende woorden over jullie willen uitspreken. Dat is eigenlijk zegenen. We gunnen jullie gewoon het beste. En ik zal de zegenbeden voor jullie vieren nu uitspreken. Mats, Grita, Isaia, Nikita, ga in vrede. God is met jou. Ga in vrede. Je pad ligt open. De levende gaat met je mee en ruimt de hindernissen op. En zal zorg dragen voor jou. De levende zal in je schaduw lopen. De levende is je metgezel. De levende legt zich neer in je slaap. De levende waakt over je. Mogen jij bij de levende, bij God, bij Jezus, blijven. Ik bid jullie in de naam van Jezus de zegen van de Heere God toe. Met vrede, gezondheid, blijdschap, wijsheid en overwinning. Amen. En we laten jullie natuurlijk niet zomaar met lege handen gaan. We hebben voor jullie, alle vier, hebben we een mooi boek. En dat wil ik jullie graag overhandigen. Dus even kijken. Grita, ik heb hier een boek voor jou. Alsjeblieft. En Mats, hier is jouw boek. Alsjeblieft. Hopelijk hebben jullie er wat aan. Staan er dingen in waar jullie zelf ook mee aan de slag kunnen, wat je straks kan gebruiken als je op het voortgezet onderwijs zit. En als gemeente willen wij deze toppers nu een zegenlied toezingen. Draagt jou, zijn hand beschermt jou, waar je ook bent of zal gaan. Ontvang Gods zegen over je leven, vrede voor jou in zijn naam. Gods zegen voor jou. In de naam van Jezus, zijn vrede rust op jou. De Heilige Geest, in de naam van Jezus, vervult, beschermt en zegent jou. Ga met Gods vrede. God zegen voor jou.
Ja, en dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze verbindingsdienst. Ja, heeft de dienst je tot denken aangezet? Wil je graag in gebed? Dan kan dat. Ook in deze tijd is er gelegenheid voor ministry gebed. Neem daarvoor dan contact op met Treya Otten. Haar telefoonnummer staat in de gemeentegids of in de Keppelstok. De volgende verbindingsdienst is op zondag 23 augustus. Ook het verbindingsteam geniet in jullie even van vakantie. Maar op 23 augustus zien we jullie graag allemaal weer terug. En hopelijk, maar daar moeten we nog even over nadenken hoe we dat precies gaan doen. Allemaal weer in de kerk. Bedankt allemaal en een hele fijne zondag gewenst. Ja, u zegt kom tot mij. Kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. Kom naar huis.